Postponing action and thus risking a temperature increase of 4 or more degrees could imply astronomical costs for future generations, threatening both our economic systems and our governance systems. De VN-vergadering in Cancún gaat op zoek naar een opvolger voor het Kyoto-protocol dat in 2012 afloopt. Op de agenda staan nieuwe maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat moet de opwarming van de aarde vertragen of stoppen. Maar na het debakkelen van vorig jaar in Kopenhagen wekt Cancún weinig hoge verwachtingen. De 16e klimaatconferentie opende op de tonen van het Mexicaanse volkslied. De opwarming van de aarde moet dringend aangepakt worden, zo zei de voorzitter van het wetenschappelijke klimaatpanel. Delayed emissions reduction significantly constrains and increases the risk of more severe climate change impacts. Neither adaptation nor mitigation alone can avoid all climate change impacts. Die boodschap hadden de NGO's als Oxfam al verspreid van op de parelwitte stranden van Cancún. Het klimaatprobleem is gekend, het is aan de politici om het op te lossen. Es muy posible que los gobiernos se pongan de acuerdo. Si es que fracasa, no es culpa de la ONU, sino culpa de los países más ricos, de los que son responsables y capaces de hacer frente a esta amenaza. Vorig jaar flopte de VN-top in Kopenhagen. Er kwam geen globaal en bindend akkoord uit de bus om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Zo'n akkoord zit ook in Cancún er niet in. Onderhandelaars hopen op deelakkoorden over ontbossing en een fonds voor ontwikkelingslanden. We zijn niet zeggen dat in Cancún we achieve the legally binding comprehensive agreement. So that is a question that we will keep open. What we hope of course is that we lay out the path forward. Die deelakkoorden kunnen later de basis vormen voor een algemeen akkoord. De tegenstelling tussen rijke en arme landen blijven een hinderpaal in het overleg, net als de economische crisis. Afwachten of er in 10 dagen genoeg vertrouwen groeit, zodat er iets uit de bus kan komen.